mij zitten drie topfotografen die met nieuw werk terugkeren naar hun geboortestad. Een grote eer voor de stad als Kortrijk, maar ik vraag mij af of het voor jullie eigenlijk ook wel een heel grote eer is om in onze stad een expositie te houden. Ja, ik vind het eigenlijk wel fantastisch dat drie verschillende fotografen van drie verschillende generaties in Kortrijk geboren zijn. Voor mij was dit gewoon al plezant genoeg om het zeker te doen. Hier zitten we nu samen op de sofa. Ja, in principe is het een klein mirakel dat we alle drie in Kortrijk geboren zijn. En toch alle drie aan de top staan van wat met fotografie aan het doen zijn. En die aller-retour, ja, voor mij was het al een tijdje geleden dat ik nog in Kortrijk was geweest. Dus het was een mooi wederzien. Ik kom ook zelden nog in Kortrijk, maar al mijn familie woont hier nog. Maar wat dat mij wel opviel, dat Kortrijk, ik denk 20 jaar lang eigenlijk echt in verval is geweest. Of een soort van, Kortrijk was het kwijt gewoon. Ik bedoel, en wat dan nu wel heel mooi is, dat ik toch wel voel aan alles. Als je nu terugkomt in Kortrijk, dat er wel een soort van een remonte bezig is. En dat zie je aan de stad, dat zie je fysiek ook wel. Maar dat zie je ook aan, ik denk dan aan de muziek. Hè. We hebben Balthazar, we hebben Goeze, wat dat is. Toeval is dat dan ook weer niet, denk ik dan. Dus ik denk wel dat er nu iets in Kortrijk gebeurt die positief is. En dat het echt hoog tijd was dat het eigenlijk sedert verschillende jaren nu echt wel weer naar omhoog gaat. Ik ben natuurlijk de oudste van de drie. We zijn drie verschillende generaties. Het scheelt iets meer dan 10 jaar tussen ons. Maar toen ik afstudeerde aan het Sint-Amans College, was er in feite geen andere optie dan Kortrijk te verlaten. Ik bedoel, als je kijkt in Gent, de helft van de culturele wereld, dat zijn West-Vlamingen. En er zijn er heel pak die van Kortrijk gekomen zijn. Ik denk dat nu dat iets minder zou spelen, dat jonge mensen eerder geneigd zullen zijn om hier te blijven en niet massaal weg te trekken. Dus dat is een zekere verdienste van Kortrijk de laatste pak 30 jaar. Karel, jij bent de oudste, Bieke de jongste. Drie generaties op één sofa, twee sofas. Zie je dat ook in de fotografie, in jullie werk, dat er een generatiekloof is? Eigenlijk niet, denk ik. Ik denk dat de oudste eigenlijk de modernste is, denk ik nog. Of toch de man die met de nieuwe technieken bezig is. Dus dat is misschien iets bijzonders. Karel weet alles en slaagt er nu zelfs in om foto's te laten bewegen op een heel bijzondere manier. En dan is Karel de oudste. Misschien heb ik nog de oudste ziel. En Bieke is ook heel hedendaags, vind ik, maar ook op een hele mooie, traditionele manier. Maar wel met haar voet in de werkelijkheid nu, die vooral die intimiteit is. Dus ik denk niet dat onze stijl afhangt van de leeftijd, maar gewoon van de mens wie dat we zijn. Karel, je hebt zelfs in deze tentoonstelling uitgepakt met een heuse primeur. Je hebt samengewerkt met studenten van Ho West en zelfs met Dave Martin van Goes. Wil je daar over vertellen wat je precies gedaan hebt? Ik dacht, aangezien de Boeddha-fabriek een soort workshop, een atelier is, wat ik een heel mooi idee vind trouwens, dacht ik, ja, waarom? Ik had ook geen nieuw werk, zoals Stefan met een première kon uitpakken. Dat had ik niet. Dus ik dacht, ik met bestaand werk iets te doen met creatieve mensen hier uit Kortrijk zelf. En Ho West kende ik al, omdat mijn zoon had daar gestudeerd. En een andere afdeling en zo. Ik wist dat die afdeling bestond. En die had ook al faam opgebouwd natuurlijk. Dus ik wist dat die mensen goed wisten waar ze mee bezig waren. En dus die heb ik zelf gecontacteerd. En het resultaat is dan die computer geanimeerde beelden op basis van mijn foto's, waar ik heel tevreden over ben natuurlijk. Met Dave was het eerder per toeval, want voor ik met fotografie bezig was, was ik al een diehard fanaat van elektronische muziek. Ik heb een hele grote collectie synthesizers opgebouwd op 30 jaar tijd. En Dave kwam toevallig bij mij terecht om via een special over Goose in de morgen, en ze mochten iemand interviewen. En
ja, ik vind het nog altijd een klein mirakel dat David dan bij mij terechtgekomen is. Want hij is dus ook een fotografiefan, een echte grote fotografiefan. En ik kwam bij mij en hij zag al die synthesizers staan. En dan was het zo een beetje van, zit ik hier wel op de juiste plaats en zo. En, dus ja, die klik was er onmiddellijk. En ja, ik voelde mij echt heel vereerd dat zo, ja, een jonge supergroep uit Kortrijk het een eer vindt ook om met mijn foto's te werken. En die samenwerking gaat trouwens nog verder gaan. We zijn van plan om samen een plaat te maken. En ze gaan de muziek hier ook uitbrengen op plaat, blijkbaar heb ik gehoord. En er is nog iets, er is een documentaire gemaakt over Moments Before the Flood door Jimmy Katz, een fotograaf. Die heeft mij 8 weken gevolgd op reis. En nu is Dave ook al bezig met de soundtrack te maken van die documentaire. Dus dat is ook nog een extra. Dus in mei, geloof ik, gaat hij in première hier in de Boeddhascoop. Dus dat is ook nog een kleine. En mogen wij dan de hoesfoto maken met het portret van Karel en Dave? Ja. Oké. Okay. Meer dan haar. Voor uw fotoreeks Moments Before the Flood heb je eigenlijk heel de kustlijn van Europa afgereisd. Waarom wou je dat precies doen? Wel, ik ben met Moments Before the Flood begonnen in 2006. En toen was er in de pers massaal aandacht aan global warming en zo. Er waren heel veel doemberichten. Die film van Al Gore. Iedereen dacht, dat was ook de tijd van de eerste tsunamis en zo. Dus er was echt zo'n soort doemsfeer in de pers. Het zeeniveau zou zoveel meter stijgen. Gent zou in, weet ik veel, 2050 aan de kust liggen enzovoort. Dus ik speel altijd wel een beetje in op tendensen die lichtjes in de toekomst liggen. Dus op het moment dat je eraan begint, probeer ik ervoor te zorgen dat het dan nog meer in de belangstelling staat. Nu, de crisis heeft jammer genoeg mijn plannen doorkruist en is mij niet meer zo bezig met global warming. Maar het idee was dus echt om heel de kust van Europa, die historische kust en ook het gevecht van Europa met het water, met de zee, immigratiestromingen, invasies, weet ik veel, om daar iets mee te doen. Dus dat die angst, die latente angst, die denk ik toch wel een beetje inzit bij de bevolking en bij Europa. En, dus vandaar het idee om met dat soort beelden uit te pakken. Ben je dan gestart met het zoeken of bepalen van de locaties waar je foto's genomen hebt? Wel, ik ben ook al heel lang bezig met computers en zo. Ik weet er wel een en ander over. En dus de hele reis is volledig samengesteld op basis van Google Earth. Ik heb 2 assistenten in dienst gehad, gelukkig, om aan het project te werken. En die hebben gedurende een jaar de hele kust van Europa afgelopen, praktisch op de computer. En overal gekeken naar beelden die achtergelaten zijn door plaatselijke bewoners. Of door mensen die met Google Earth werken en zo. Toeristen. En dus op basis van die foto's hebben we dan een parcours van 18 maanden uitgestippeld. Dus ik wist min of meer wat er te zien was. En ik deed 15 plaatsen ongeveer gemiddeld per dag. Ik ging dus op 15 verschillende stranden staan. Van Roemenië tot Finland gedurende 18 maanden. En dan telkens op dat strand staan en denken van kijk, stel nu dat die tsunami er binnen een half uur aankomt. Welk beeld zou je dan maken? Zoiets. Stefan, aan jou de beurt. Voor jouw werk ben je voor het eerst een volledig ander verhaal komen brengen. Geen portretten deze keer, maar wel andere beelden. Meer natuur, façades en vitrines. En zwart-wit is bovendien jouw handelsmerk, maar ook dat laat je nu, of dat zeg je nu vaarwel. Vanwaar deze keuze om eens een volledige omzwaai te maken? Ik zie het eigenlijk niet zo echt als een volledige omzwaai. Het is gewoon een nevenproject en het element kleur is daarin gedoken. Maar eigenlijk is het absoluut geen omzwaai. Het is, ik heb kleur gewoon gebruikt als informatief en niet als creatief. En het is nu ook niet zo dat ik een kleurfotograaf word. Dit heb ik nu gedaan en ik ga weer voort op wat ik denk dat ik moet voortdoen. Dus ja, ik zie wel of dat ik... De komende projecten zijn niet bepaald in kleur in mijn gedachten. Dus ik fotografeer weer zo wat ik denk dat ik moet fotograferen. Je brengt vooral façades en vitrines in beeld. Zeggen afgebladerde gevels evenveel als een portret van een persoon?
Wel, ik zie soms wel enfin, een vergelijking zie ik soms wel. Ik bedoel, het enige verschil is als mensen oud worden, ze verrimpelen en ze sterven en mensen worden begraven. Maar als gevels sterven, eigenlijk, als de winkel of de façade sterft, dan staat de façade nog heel lang of vaak heel lang te blinken in het straatbeeld. En, dus eigenlijk kijk je eigenlijk naar dode mensen en dat is eigenlijk ook een beetje wat dat de meeste van die façades zijn. Niet allemaal, sommige waren nog open, sommige winkels waren nog open, maar sommige voel je echt wel dat, ja, dat het ook wel heel snel zou kunnen gedaan zijn. Je hebt jouw werk letterlijk gebundeld in een loodzwaar boek. Vanwaar dat idee? Ik had gewoon zin om een mooi boek te maken en ik had het idee van de foto's in een huis te plaatsen. En ik heb dan gewoon uitgerekend hoeveel boeken ik zou nodig hebben om dat huis te maken eigenlijk. En het lood, de keuze op lood is gewoon gevallen omdat het ik vind het een heel mooie materie. Dat als je eraan komt, verandert het. Als je met je nagel erover is het direct een kras of een deuk. En het was ook heel handig om te kaften eigenlijk. Dus ik heb het boek gewoon met lood gekaft. En ja, ik vind het gewoon kloppen met ook inhoudelijk wat ik gefotografeerd heb. Bieke, jij brengt jouw verhalen wel steeds in kleur. Maar veel beelden valt me op dat zich toch afspelen in het schemerlicht. Is dat een bewuste keuze? Ik maak gewoon graag gebruik van het aanwezige licht, omdat ik niet de sfeer wil weghalen van het moment zelf. In elk beeld schuilt eigenlijk een volledig levensverhaal. Hoe begin je daar eigenlijk aan zo'n zoektocht naar verhalen? Toen ik aan het project in Rusland begon, ben ik eigenlijk heel toevallig op mijn manier van fotograferen gekomen. Wat ik doe is, ik vraag 's avonds aan mensen op straat of ik de nacht bij hen mag doorbrengen. En de volgende dag vertrek ik terug, op weg naar een nieuwe plaats, op weg naar nieuwe mensen, een nieuw verhaal. En op die manier, dat is voor mij wel een oprechte manier voor mij persoonlijk om te fotograferen en om binnen te gaan in de intimiteit van het gezin en de intimiteit die zich afspeelt rond de slaapkamer, rond de nacht eigenlijk. Zet je soms dingen in scène of is alles echt heel spontaan? Alles is heel spontaan, fotografeerd. Als iemand bijvoorbeeld ergens staat, dan zeg ik soms wel, wacht eventjes of zo, maar alles is heel spontaan, fotografeerd. Ja. Je was al in Rusland, Amerika, in Egypte ook, als ik me niet vergis. Waar trek je binnenkort naartoe? Of heb je nog geen nieuwe plannen? Binnenkort, ik ga verder doen aan het project in Amerika, dat is nog niet volledig af. En de volgende week vertrek ik naar Zuid-Afrika, maar dat is voor een ander project. Daar heb ik 6 weken les gegeven en nu organiseren we een tentoonstelling en een fotofestival in een township bij Johannesburg. Dus dat is de volgende reis. Ja, klinkt fantastisch. Ik stel misschien nog even de vraag aan Karel en Stefan ook. Zijn er voor jullie nieuwe plannen op komst? Momenteel ben ik bezig met een groot project voor de stad Brugge over de Eerste Wereldoorlog. Een paar jaar geleden heb ik een gelijkaardig project gedaan rond de kolonie Congo, de Belgische kolonie. En nu heeft de stad Brugge mij gevraagd dus voor 2014 om 2 tentoonstellingen samen te stellen. En, het is een beetje gelijkaardig zoals met Congo, op basis van historisch materiaal die ik ga zoeken in alle musea ter wereld die dus originele negatieven heeft van Wereldoorlog 1, wat een hele klus is, want de meeste zijn vernietigd. Dus het gaat van Australië tot Washington, Parijs enzovoort. Dat is een samenwerking met David van Rijbroek, die ook mee de beelden gaat kiezen en ook de tekst gaat schrijven. En er komen 2 grote tentoonstellingen in de Lakenhallen in Brugge in oktober 2014. En dan de tweede tentoonstelling ook rond hetzelfde thema. Het zijn 10 magnumfotografen die elk in hun eigen land een korte reeks van 10, 15 beelden maken met als thema Wereldoorlog 1. Dat zijn ook fotografen van Australië tot Amerika, Frankrijk, Italië enzovoort. En ik doe België, dus dat neem ik voor mijn rekening. Ik heb altijd last om over mijn projecten te spreken. Ik denk niet dat het ongeluk brengt, maar hoe meer dat ik over dingen praat, hoe slechter dat ik het fotografeer. Dus ik zwijg er eigenlijk liever altijd over.
Geen enkel probleem. We wachten af en we zien wel wat het wordt. Alvast bedankt voor dit kort gesprek.